wat leuk dat je kijkt naar Hoe Doet Ze Het? Een serie waarin ik samen met Viva 400 en Renault op bezoek ga bij de leukste girlbosses van het land. En ze vragen naar hun tips en tricks voor succes. Vandaag ga ik op bezoek bij Fien Vermeulen. Zij is nieuwslezeres bij Q Music en ze strijdt actief tegen kanker. Ik ben super benieuwd naar haar verhaal. Goedemorgen. Een deel van de site politie.nl is offline gehaald. Hoi Fien. Hey Yara. Hallo. Leuk dat je er bent. Ja, mega. Lekker zitten. Lekker dakterras hier. Nou toch? Ik wil als eerste even weten, ik heb je net in actie gezien, hoe doe je die radiostem? Ik was mega onder de indruk. Echt? Nou, dat vind ik heel grappig. Nou, ik doe eigenlijk niet heel erg wat anders dan wat ik normaal ook doe. Mm-hmm. Ik denk dat het alleen meer is als ik gewoon nieuwtjes vertel die gewoon een beetje serieus zijn. Ja, dan zit ik natuurlijk niet heel hoog in mijn stem of weet je wel, dat je een beetje zit te giechelen of te gillen of zo. Je hoeft niet iets aan te nee, zetten Nee, helemaal niet. Nee, dat zou denk ik ook heel gek zijn. Ja. Ik bedoel, ik denk dat dat juist is wat onze show zo leuk maakt. Dat Matty en ik heel erg onszelf zijn. Ja, dus eigenlijk is het gewoon heel echt. Nice. En kun je me een beetje vertellen over hoe je hierin bent gerold? Want volgens mij had jij van jongs af aan al best wel een strak plan. Nou, het was eigenlijk een beetje zo, toen ik heel klein was, toen keek ik altijd het Jeugdjournaal op televisie. En toen dacht ik later, toen ik begreep wat dat was, wat zij deed, wat mooi. Dat wil ik ook voor andere mensen doen. Mm-hmm. En dat was eigenlijk het moment dat bij mij de klik viel, dit ga ik doen. Ja. En toen uiteindelijk zag ik deze vacature. Ja. En het eerste wat ik dacht was, Matty en Wietse, daar heb ik gekke verhalen over gehoord. Ik weet niet of ik dat nou wel moet doen. Ik denk van wel. Nou, toen ben ik toch maar gaan kijken. En ik weet nog dat ik hier in onze discolift beneden stond, want wij hebben een discolift. En dat ik dacht, ik moet hier helemaal niet zijn. Ik moet hier helemaal niet zijn. Maar het klikte gewoon meteen ontzettend leuk. En het was zo'n prettige sfeer. En ik kreeg alle ruimte en alle support en ondersteuning om er wat van te gaan maken. Ik heb toen gezegd tegen mijn baas nu, toen hij me belde dat ze mij graag wilde. Toen zei ik, oké. Ik zei maar, ik wil dit vast even gezegd hebben. Als jij iemand wil die morgen alles foutloos voor je doet, dan moet je echt iemand anders bellen. Ja. Maar als jij iemand wil die over een paar jaar iets neer heeft gezet en iets doet waarvan je denkt, nou, die had ik even niet aan zien komen. Dan heb je aan mij denk ik een hele goeie. En hoe komt het dat je zo sterk in je schoenen staat en zelfverzekerd zulke dingen zegt? Dat ben ik dus helemaal niet. Dat is eigenlijk ook de grap. Nee. Want zo kom je wel op mij over. Ik denk echt, wow, nou, knalt dat er vanaf dus de power. Dat is wel echt iets wat ik aanzet. Omdat ik gewoon eigenlijk heel erg onzeker ben. En ook best wel antisociaal. Dat is heel raar. In kleine groepen gaat het altijd heel goed. Ja. Maar ik vind het heel moeilijk om in grote groepen mensen te opereren. Maar ja, ik heb wel gemerkt. En dat vind ik hier gewoon heel mooi. Je hoeft helemaal niet zo heel heftig te zijn, want dat ben ik namelijk helemaal niet. Ik ben wel echt, ik ben niet een typisch mediapersoon, denk ik. En jij bent natuurlijk op vrij jonge leeftijd al geconfronteerd met kanker. Kun je me daar iets meer over vertellen? Want ik kan me natuurlijk heel goed voorstellen dat dat jou of misschien zelfs je carrièrekeuzes best heeft beïnvloed. Mensen vragen vaak of dat het inderdaad veranderd heeft. Mm-hmm. En dan zeg ik ja, zeker. Het heeft het alleen maar versneld, eigenlijk. Ja. Ik werd ziek toen ik aan het studeren was en een werkervaringsplek had bij het Algemeen Nederlands Persbureau. En het eerste wat ik heb gedaan toen ik de diagnose kreeg, was dat ik het ANP belde en zei, jongens, ik heb kanker, ik kom morgen niet. Nou, iedereen natuurlijk helemaal lam geslagen van de schrik. Ja, want wat is dat voor telefoontje? Ja, ik weet niet zo goed wat ik toen dacht. Maar ik heb het altijd gevoeld als gewoon een tijdelijke bump in the road, om het maar heel even zo te zeggen. Toen dacht ik eigenlijk, ja, weet je, ik heb nu gezien dat het allemaal in één keer anders kan gaan. Waarom zou ik nog wachten? Waarom zou ik eerst nog beginnen op bijvoorbeeld regionaal niveau, als ik ook gewoon meteen kan solliciteren op die landelijke plek? Waarom zou ik dat doen? Ja. En toen dacht ik, ja, nou nee dus, ik doe het nu. Ja. En toen kwam die vacature en toen dacht ik, nu moet ik gaan. En toen heb ik het gedaan. Ik las iets op jouw Instagram-account dat je schreef van, soms voel je je ook gewoon niet goed en dat dat ook moet mogen binnen een ziekte.
Nou, dat vind ik misschien, ook. Ik vond dat heel verfrissend, dus misschien kun je daar Tuurlijk. Iets over vertellen. Nee, wat ik heel erg gemerkt heb, en dat heb ik zelf ook gedaan, juist omdat je graag iets aan wil pakken, je hoort dat je heel erg ziek bent. En het enige wat ik nog heel graag wilde, en met mij heel veel anderen, is gewoon beter worden. Ja. En dan ga je gewoon knallen, want je kan niet anders. Ja. En mensen blijven dan op een gegeven moment maar tegen je zeggen, wat ben je positief, wat ben je sterk, wat goed en dat helpt. En op een gegeven moment wordt dat een soort mantra die in je hoofd zit. En ja. bij mij sloeg dat om in iets heel ongezonds. Namelijk, als ik sterk ben, dan word ik beter. Dat is niet zo. En daar sloeg ik echt in door. Ik raakte mezelf helemaal kwijt daarin. En dat is gewoon iets wat ik hoop nu uit te dragen bij KBF. Het is oké om verdrietig te zijn. Want dat betekent ja. namelijk niet dat je niet positief en niet sterk bent. Dat staat helemaal los van elkaar. En dat is wel echt een les waar ik nog steeds mee bezig ben. Ja. Eigenlijk, om dat oké te krijgen voor mezelf. Ja. Maar waarin ik gewoon hoop dat ik aan anderen daar iets mee kan geven. Omdat het had mij zo geholpen. Ja. Als ik dat geluid te horen. Ja. En mooi dat je het door kan geven. Ja. Dit is natuurlijk niet echt een 9-to-5 job. Wat doe je nou om je brein uit te zetten en even te ontspannen? Nou, ik vind sporten echt heel lekker. Dus normaal gesproken na mijn werk ga ik heel veel liggen. Dan ga ik sporten en dan begin ik aan de tweede helft van mijn dag. Mm-hmm. En dan vind ik het altijd heel lekker om gewoon even naar buiten te gaan. Dus ik wandel heel veel, dat vind ik echt heel lekker. En dat combineer ik dan meestal met een terrasje, met een vriendinnetje. Lekker ergens een koffietje, ergens een boekje lezen. Dat vind ik gewoon heel relaxed. Even buiten zijn en mensen spotten. Ja, echt even eruit. Daar word ik heel rustig van. Zullen we dat anders nog even doen? Nou, vind ik een goed idee. Je komt op mij heel doelgericht en ambitieus over. Is succes iets wat belangrijk is voor jou? Ja, maar ook weer niet. Ik wil heel graag bereiken wat ik vroeger heb bedacht dat ik graag wilde bereiken. Maar inmiddels heb ik ook wel geleerd dat je dat wel op een manier moet doen die voor jezelf fijn is. Nee. Daarom heb ik bijvoorbeeld op een gegeven moment op mijn werk ook aangegeven hier bij Q van... Ik trek het niet meer om 3:30 op te staan. We moeten hier iets mee gaan doen, want ik hou het niet meer vol. Nee joh. Natuurlijk wilde zij heel graag dat ik daarmee doorging. En dacht ik moet een goede beurt maken, want ik wil nog zoveel. En ik moet laten zien dat ik tot alles bereid ben om... Maar ja, het lukte gewoon niet meer. Dus toen heb ik dat op een gegeven moment gewoon aangegeven op een goede manier. En dan merk je dus ook dat daar gewoon eigenlijk heel veel ruimte voor is. Ja. Dus dat dan bereiken wat je wil helemaal niet altijd hoeft te betekenen dat je daar... voor over alle grenzen heen moet gaan, weet je wel. Dat je daar dan allemaal offers voor moet leveren, om het maar even zo te zeggen. Ja. Dus toen heb ik dat gewoon gedaan. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik dat gewoon heel fijn vind. Dat succesvol voor mij vooral betekent... Natuurlijk moet je een droom hebben, natuurlijk moet je daarvoor gaan. Maar het is vooral belangrijk dat je iets doet wat je leuk vindt. En als het op een gegeven moment niet meer leuk is, omdat je het niet meer volhoudt... Ja, dan moet je nog steeds naar dat eindpunt, maar gewoon op een andere manier. En Het moet vooral gewoon plezier opleveren. Dat is voor mij wel echt wat succes inhoudt. Ik ben nu natuurlijk in jouw brein aan het duiken. Maar als er nou andere vrouwen zijn die ook willen doen wat jij doet. Wat is dan een tip die jij hebt of een eigenschap die zij moeten bezitten? Nou ja, dat is altijd een moeilijke vraag. Mm-hmm. Ik denk doorzettingsvermogen is te makkelijk. Want veel mensen hebben doorzettingsvermogen. Maar ik denk daarmee alleen kom je er niet. Ik zou vooral echt willen zeggen... Ben gewoon eerlijk tegen jezelf en anderen. Ben eerlijk in wat je wil, waar je naartoe wilt, wat je graag van anderen wil, wat je verwachtingen zijn, wat je wensen zijn, wat je dromen zijn. En ik denk dat als je daar goed naar luistert en dat goed uitspreekt, dan kom je denk ik heel ver. Goed advies. Ik ben meteen in mijn hoofd op mezelf aan het betrekken. Top. En waar heeft de wereld volgens jou meer van nodig? Meer liefde. Zo'n simpel antwoord, hè. Maar nee. Ik denk echt dat het is. Als mensen gewoon wat meer aandacht zouden besteden en het gewoon spontaan aardige dingen doen en wat meer op de ander letten. Gewoon net even dat stapje harder lopen voor iemand die je aardig vindt of iemand die heel even wat nodig heeft. Ja, ik denk dan komt er een betere sfeer en in een goede sfeer ontstaan er altijd mooiere dingen. Hele mooie afsluiter. Dankjewel dat we even in je gedachten mochten duiken en door je geïnspireerd mochten worden. Ik vond het heel leuk. Gelukkig. Ik ook, dus ik weet zeker dat we er heel veel aan hebben. Dankjewel. Ja, gelukkig. Wat een leuke chick die Fien. En ik denk dat ik vooral meeneem dat succes niet alleen maar gaat om zo hard mogelijk knallen en maar door. Maar dat het juist ook heel belangrijk is om
eerlijk te zijn en je grenzen te kennen en die ook te durven aangeven. Vond ik echt een goede tip. En dan nog even iets anders leuks. Wil jij een inspirerend weekend naar Maastricht winnen, aangeboden door Viva 400 en Renault? Ga dan naar renault.nl/Viva400 en check of jij een match bent met de Renault Twingo, Clio of Captur. En wie weet ga je binnenkort op pad. Dankjewel voor het kijken en ik hoop dat je het leuk en inspirerend vond en dat ik je snel weer zie in een nieuwe video. Tot dan!